Het rijdt fantastisch. De sneeuwvloot van Schiphol heeft er een voertuig bij. Een nieuwe zogeheten gladheidsbestrijdingssproeier. Op 15 december werd de sproeier officieel overgedragen en voor het eerst gedemonstreerd op de landingsbaan. Deze sproeier is betrouwbaar, hij is efficiënt en hij is voorzien van alle nieuwste technieken op sproeigebied. Hij is enorm efficiënt daar waar je geweest bent, binnen dezelfde rit. Sproei je in ieder geval niet meer. Dus je sproeit nooit meer dubbel. Ik zie het nu voor de eerste keer en dat werkt dus fantastisch. De twee bomen van de sproeier klappen binnen 1 minuut volledig open. De machine heeft dan een rijkwijdte van maar liefst 40 meter. Hiermee kan een landingsbaan in 1 keer sneeuw en ijs vrij worden gemaakt. We zijn 40 meter aan het sproeien met een snelheid van 25 km per uur. Zodra er enige gladheid optreedt, dan wordt deze sproeier als eerste ingezet. Schiphol heeft in totaal 100 speciale sneeuw- en ijsvoertuigen en een professionele organisatie van sneeuwploegen. Schiphol-medewerkers, ook wel ijsberen genoemd, zijn getraind en kunnen uit hun vaste werkzaamheden worden gehaald om op vrijwillige basis mee te helpen met de sneeuwploeg. Op deze manier werken er tijdens winterse omstandigheden 24 uur per dag 100 ijsberen per shift mee aan het sneeuw- en ijsvrij houden van de luchthaven.